Nachtelijk gesprek. Een hoorspel van Dries Jansen. Regie Herman Niels. Fijn dat u belt. Goedemorgen. 3 uur. U bent er toch nog? Ja. Met SOS. Met SOS, ja. Goedemorgen, juffrouw. Mevrouw. Mevrouw. Goedemorgen, meneer. Ik... Kan ik u helpen? Ik weet het niet. Nee, het zal wel niet. Meneer. Ik ben niet zomaar een meneer. U kunt ook rustig pater zeggen, al hoor ik dat zelf niet eens zo graag. Klinkt te vaderlijk, vind ik. Een ogenblikje. Ik schiet een cambrias aan. Bent u er nog? Het spijt me werkelijk dat ik u gewekt heb. Ik wist niet, ik dacht dat u... Dat ik klaar wakker bij die toestel zou zitten. Nee, overdag wel. Tenminste, als ik er ben. Bent u er dan niet altijd? Nee, niet altijd. We werken met een beurtrol. Wie is we? De hele SOS-dienst. In mijn eentje zou ik dat natuurlijk nooit aankunnen, begrijpt u wel? Ja, het zal wel. Weet ik niet. Excuseert u me echt, gaat u maar weer slapen. Het helpt toch niks. Laten we het niet over mij hebben. Ik ben nu toch zo klaar wakker dat ik eenvoudig niet meer in slaap zou geraken. En bovendien belt u me op. Daar zult u wel een heel goede reden voor hebben. Dacht u echt dat ik dan terug onder de dekens kon kruipen? Dan kent u me slecht. Ik ken u helemaal niet. Dat klopt. Ik werk anoniem. Maar voor mij bent u niet iets naamloos. Een nummer of zo. Voor mij bent u een werkelijkheid. Iemand van vlees en bloed. Een vrouw. Een mens in nood. In nood? Waarom denkt u dat? Honderden gevallen die... Ik gebruik liever niet het woord gevallen. Het klinkt zo onpersoonlijk. Want ieder geval is een mens. Is een wereld apart. Zijn er dan zoveel in mijn geval? Dat weet ik niet. Daar kan ik niet zo meteen op antwoorden. Wat verstaat u onder uw geval? Mevrouw... Ja. Bedoelt u dat ik me moet voorstellen, mijn familienaam moet noemen? Nee, helemaal niet. U zou trouwens best een fictieve kunnen opgeven. Mevrouw Peters bijvoorbeeld. Of mevrouw Uitenboogaarde, als u heel poëtisch wilde doen. Poëtisch? Nee, ik geloof niet dat ik erg poëtisch ben. Waarom ook? Moe ben ik. Ik ben alles moe. Kotsmoe. Sorry. Goed. Dus geen familienaam. Voornamen dan? Ik bijvoorbeeld heet Peter. Peter? Dat is een leuke naam. Neem niet kwaad. Waarom zou ik? Ik vind het maar wat geweldig dat iemand... Dat u... Ja, zo ijdel ben ik. Mannen moeten ijdel zijn. Oh ja? Ah ja. Een tikkeltje wel, vind ik. Ze moeten weten wat ze willen en daarnaar handelen. Ze moeten ervan overtuigd zijn dat niemand het beter kan dan zij. Ik denk dat dat de wereld draaiende houdt. Draaiende. Dat is het woord wel. De hele kamer draait voor mijn ogen. Voelt u zich niet goed? Mevrouw? Peter, zei u. Peter, een mooie naam. Een echte mannennaam. Heel anders dan Jean-Marie. Voelt u zich wel goed? Maar waarom vraagt u 2 maal achter elkaar of ik me wel goed voel? Ik voel niks meer. Ik voel me beroerd. Belazerd. Sorry. Was u ongerust? Over mij? Een ogenblik wel, ja. U zei dat de hele kamer voor uw ogen draaide. Heb ik nog gehoord. Gewoonlijk staat dan ergens een kraan open. Een kraan? Een gaskraan. Helemaal op het laatst heeft zo iemand dan toch nog gebeld. In een soort reflex van zelfbehoud, neem ik aan. Ik kan die dingen niet zo best ontleden. Ik weet alleen dat het gebeurt en dat het dan om seconden gaat. Soms zijn het pillen. Dan kan ik alleen maar smeken, geef me uw oproepnummer. En dan via een tweede toestel de 900 bellen. En bidden.
zal u voor mij ook bidden. Er is geen reden denkbaar waarom ik dat niet zou doen. Ontroerend klinkt het echt. Maar het hoeft niet. Het hoeft niks meer. Als het u gerust kan stellen, er staat hier nergens een kraan open en pillen heb ik even ingeslikt. Mooi zo. Dat is al iets. Nou, dat is helemaal niks. Ik ben heel langzaam dronken aan het worden. Peter? Mag ik echt Peter zeggen? Tuurlijk, mevrouw. Ik heet nu eenmaal zo. Zegt u dan maar Ellie. Ik ben nog niet zo heel lang, mevrouw. Ellie? Ook toevallig. Hoezo? Ik heb een zus die Ellie heet. Oh, als ik zeg dat ik... Yvonne heette, dan had u waarschijnlijk ook wel gezegd. Ik heb 3 zussen. En Yvonne is er niet bij. Ellie, een mooie naam vind ik. Hoe kwam je zo ineens op Yvonne? Heb jij misschien een zus die zo heet? Een zus? Nee, niet. Oh. Zeg, Ellie... Ik geloof dat ik ongemerkt ben gaan tutoyeren. Mag dat? Ga je gang. Vind je het goed dat ik rook? Natuurlijk. Rook jij ook? Een gekke vraag eigenlijk. Net of ik je een sigaret wil presenteren. Kan natuurlijk niet via de telefoon. Wel jammer. We roken misschien niet eens hetzelfde merk. Ik rook Arizona Filter King Size. Oh... Ik heb al een bordenvol asbakpeukjes. En ik mors as op de vloer, zie ik nu. En op mijn kleren... Ik voel opeens misselijk. Beter dat ik de hoorn op de haak leg. Waarom? We zitten net zo gezellig. Doe me gezellig. Laten we alsjeblieft ophouden. Het is wel onbeleefd en stom van me om te bellen. Je zou eens wat minder met jezelf moeten bezig zijn, Ali. Je kon mijn zus wel zijn. Doet ook wel eens zo. Altijd wat verwend geweest. Ik heb me er vaak genoeg over geërgerd. De zorgen van broer Peter. Ja. Of wat dacht je? Meen je heus dat je getrouwd moet zijn om je portie te krijgen? Getrouwd ben je tenslotte met z'n tweeën om de... Scheid gaat. Met z'n tweeën. Om wat? Om samen de moeilijkheden op te vangen, dacht ik. Wat zou het? Ducht je de eenzaamheid? Trouw dan niet. Van wie komt hier uit nou ook weer? Van Sean? Ik weet het niet. Van een gloeiende pessimist waarschijnlijk. Niet van Sean. Pushkin. Ja, Pushkin was het. Hij kon het weten, een sukkel. Je bent niet de eerste de beste, Ellie. Ik bedoel dat... Dank je, Peter. Hoe je het ook bedoelt. Ik bedoel, je lijkt me een intelligente vrouw. Te intelligent om domme dingen te doen. Zou me niks verbazen als je heel wat meer gelezen had dan ik. Ik heb een heel dik citaatboek. Ja, merkwaardig is dat. Je heet dan Ellie. Maar als ik je zo hoor, doe je me aan Irene denken. Mijn tweede zus. Is ook graag een tikkeltje sinus. Waarschijnlijk als panzer. Waarom eigenlijk? Ben je er nog, Ellie? Ja, pater Peter, ik ben er nog. Ik zat naar het timbre van je stem te luisteren. Mag dat? Natuurlijk, als je het je bezighoudt, afleidt. Mijn best. Zeg. Je huilt toch niet, Ellie? Natuurlijk huil ik. Ik van ellende. En omdat ik langzaam helemaal... Sorry. Wat drink je dan? Ik drink whisky puur. Ik weet niet eens meer hoeveel de glas dit is vannacht. Hoe lang ben je er al mee bezig? Een week, een maand, een eeuwigheid. Nee, ik bedoel, wacht eens kijken. Het is nu 3:10. 3:10. Oh, schande. Sinds wanneer zit je zo te drinken, Ellie? Van 1:50 denk ik. Ik weet niet precies. Moet dat? Je krijgt er ineens ook trek in. Drink jij dan ook? Soms. Voor de gezelligheid. Gezelligheid? Vind jij babbelen dan niet gezellig? Ik bedoel, zoals wij nu doen? Ik heb mijn lol wel op.
Sorry, dat was nog niet zo aardig van me. Ik bedoel het goed hoor, Peter, maar... Het helpt allemaal niks. Natuurlijk helpt het. Het helpt altijd. Heel diep en rustig slapen zou op dit ogenblik natuurlijk beter zijn, maar... Slapen, ja. Slapen, heel lang slapen. Altijd slapen. Straks. Dan... Ellie? Vertel me wat, wil je? Het doet er niet toe wat. Iets uit je jeugd. Misschien uit je werkring. Van je familie, van je gezin. Ik zal niet weten waar we moeten... Eender wat. Ik wil niet onbescheiden zijn, maar... Alles is nu beter dan zitten piekeren. Dan in jezelf zitten mummelen. Naar één punt op de muur te zitten staren. Laat hem een babbeltje slaan. Het maakt geen verschil waarover. Contact is erg belangrijk als je in de put zit. Ja, pa. Oh, sorry, dat heb ik me niet mogen zeggen. Ik ben een naarstuk. Wel, nee. Je doet alleen maar wat naar. Omdat je bang bent. Bang. Bang om de andere kant uit te slaan. Dat doet je natuurlijk wat dat je met een man praat. Ik voel dat. Waarom dat zo is, weet ik nog niet. Hoor ik misschien nog wel. Maar tegelijk tikt een klokje achter in je hoofd. Oh, een hele bijaard. Een klokje dat je waarschuwt dat je in die man de priester moet blijven zien. Dat remt je blijkbaar. Laten we het toch gewoon doen. Ik kan heus wel tegen een stootje. We hoeven helemaal niet sentimenteel te doen. Dat is nergens voor nodig. Ik wil met jou praten als met een jonge vrouw van deze tijd. Met een jonge vrouw die op een of andere manier... in de puree zit. Probeer jij met mij te praten als met een man die gewoon naar je wil luisteren. Gewoon praten dus, ongedwongen, zonder flauwekul. En luisteren. Peter? Ja? Waarom ben jij eigenlijk priester geworden, mag ik dat vragen? Je mag alles vragen. Waarom ik... Vraag me dat straks nog eens. Ik beloof je een eerlijk antwoord. Zeg een ogenblik... Ik schenk er me ook eentje in. Weet je, op een uur als dit heb ik liever koffie. Met een wolkje melk en twee klontjes. En iets hartigs te knabbelen erbij. Sta jij 's nachts ook wel eens op om iets te peuzelen? Ik? Wel om iets te drinken. Vroeger stond ik 's nachts op en ging in de koelkast snuisteren. Een kippenboutje of zo... Of gewoon een plak kaas. Je bent er toch nog, Ellie? Ja, ik ben er nog altijd. Nog even wel, ja. Slaap. Slaap is ook zo dadelijk. Sorry, jongen. Sorry. Koffie, zei je. Waarom? Blijf je beter van wakker? Ik wil niet meer wakker blijven. Ik wil slapen. Altijd slapen. Vast slapen. En daar drink jij whisky voor? Mag ik jou ook eens wat vragen? Waarom belde je eigenlijk? Zomaar. Vind je dat zelf een eerlijk antwoord? Een eerlijk antwoord. Ik spel me helemaal niet in om nog langer eerlijk te zijn. Ik probeer niks meer. Niks meer. Doe je natuurlijk wel. Je hebt toch gebeld, of niet soms? Ja, dat heb ik. Maar ik heb er niet bij nagedacht. Ik zag ineens dat nummer op een kaartje. En toen ben ik dat nummer gaan draaien en... Nee. Toen heb ik dat nummer gevraagd. Zo wordt wel een dure rekening, vrees ik. Hoeft niet. Wat zeg je? 'S nachts is er een eenheidstarief. Nou, mijn zorg zou Marie dan nog wel meer te betalen krijgen. Is net goed. Nu weet ik nog altijd niet waarom je gebeld hebt. Maar schiet het nu mee op, hè? Waarom? Ik weet het echt niet. Gewoon uit nieuwsgierigheid misschien. Nieuwsgierigheid is een mooi ding. Een positief ding. Vind je? Het is de eerste keer dat ik dat hoor. Zeg, je gaat wel een gangetje, hè? Ik kan jouw tempo niet volgen. Eerlijk niet. Gezondheid. Ja. Gezondheid ook. Zeg, Ellie. Ik zit al geruime tijd te luisteren, maar... Het is net of je ergens buiten bent. Dat kan natuurlijk niet met dit weer, op dit uur. Het raam staat open. Oh, vandaar. Ik dacht al, wat hoor je toch op de achtergrond? Een auto nu en dan. Kan dat? Dat kan, ja. Kan je daar misschien niet van slapen?
van die auto's. Dat zou kunnen als je dicht bij een verkeersweg woont. Ik woon hier helemaal niet. Ik ben in een hotel. In... Hoe lang? Van toen. Ik ben beginnen drinken, denk ik. Of iets langer. Een uurtje eerder. Ja, ik... Ja, ik heb heel even nog in de lounge gezeten met een glas. Daarna ben je naar je kamer gegaan? Ja, dat zal wel. Ik geloof het wel. Waarom moet je dat allemaal weten? Dus het... Helemaal niet belangrijk. Zo. Nou, ik vind het wel belangrijk te weten hoe lang een jonge nog niet zo heel lang getrouwde vrouw in haar eentje van huis is. Of is je man soms bij je? Jean-Marie. Nee, die is niet hier. Die is... Weet je man waar je bent? Weet ik wat Jean-Marie allemaal weet of niet weet. Ik kan me ook geen klap meer schelen. Maar hier is hij niet. Nee, natuurlijk niet. Dat natuurlijk niet klinkt behoorlijk vreemd. Het zou toch kunnen... Dat kan niet uitgesloten. Hij heeft een enkel aan open ramen, s'nachts tenminste. Juist. Juist, ja. Al zie ik het verband niet. Dat raam... Ja? ...heb ik opengezet. Wauw, gewijd open. Helemaal open. Dat zal dan wel. Tenminste, als jij alleen in die kamer bent. Natuurlijk ben ik hier... Alleen. Moeders hier alleen. Wat dacht je? Helemaal niets. Niets tenminste van wat jij zou kunnen denken. Maar er bestaat nog zoiets als hotelpersoneel. Ja, maar ik heb dat raam opengezet. Met een bedoeling, zogenaamd. Weet je welke? Er kunnen een boel redenen zijn. Voor mij was er maar één. De meest voor de hand liggende, neem ik aan. Frisse lucht. Frisse lucht. Frisse lucht. Nee, ik zit te wachten tot ik zo ver heen ben dat ik de moed vind om op straat te springen. Tja. Ik zit hier op de 8e etage. Dat is zeker geen alledaagse reden om een raam open te zetten. Ben je er nog? Ellie? Ik ben er nog. Nog even wel, want de fles is al voor 3/4 leeg. Dat noem ik nou nog eens origineel. Origineel. Wat is ineens zo origineel? Die fles. Zoveel als je zandloper, wat? Meet je de tijd mee die je nog rest, die je jezelf nog gunt. En naarmate de inhoud van die fles vermindert, groeit jouw zogenaamde moed. Vergeet het maar. Is helemaal niks van aan. Hoe kan jij dat nou weten? Ik zou kunnen zeggen dat het niet de eerste keer is dat ik zoiets hoor. Maar dat is niet eens doorslaggevend. Ik weet het gewoon. Jij hebt een hoge dunk van jezelf, is het niet? Die krijg je vanzelf, na jaren. Je zou het ook ervaring kunnen noemen. Doe je dit al jaren? Ja. Sinds augustus 10 jaar. Ik dacht dat je jonger was. Ja, ik geloof dat ik toch maar eens een kop koffie zet. Blijf je bij het toestel? Ellie? Ik hoor je graag mijn naam noemen. Vrouwen zijn... Wat vrouwen? Niks. Dat dan jouw zus rijke kennis over vrouwen niet is het wel. Ja, dat zeg je zo. Ga weg. Wat voel je eigenlijk uit? Ik? Ik zet koffie. Tenminste... Ik giet heet water op koffie. Op poederkoffie. Oh, een schande. Zeg je wat? Zit ik me daar in het hols van de nacht in een kille hotelkamer tegen een pater aan te kletsen? Een pater? Waarom eigenlijk? Waarom niet meteen tegen een psychiater? Die zijn ervoor. Ja, die zijn ervoor. Maar die grissen om 3 uur 's nachts geen telefoon van hun nachtkastje. Om in pyjama en kamerjas te gaan zitten praten met een vrouw waar ze niks van weten. Die ze van haar nog pluim kennen. Die niet in hun kartotheek voorkomt. En aan wie ze helemaal geen honorarium kunnen vragen. Die zijn wel wijzer. Die blijven lekker naast hun eigen vrouw liggen. Ik wou dat er beeldfonds waren. Hm? Dat er wat waren? Weet wel, toch van die rare toestelletjes. Als je met iemand telefoneert, ze zien hem ook. Die dingen heten toch zo. Daar heb ik eens iets over gelezen. Iets wetenschappelijks. Wetenschappelijk. Geleerde mannenpraat. Praat van zomaar. Is die man ingenieur?
Hoe raad jij dat zo? Ik raad helemaal niks. Je had het over een wetenschappelijk tijdschrift, dus. Is hij vaak van huis? Nogal eens, ja. Veel? Veel te veel, naar mijn zinnen. Ellie? Ja? Zou je het eerlijk zeggen als ik onbescheiden word? Je vraagt maar of... Maar je moet het niet als een biecht beschouwen. Doe ik dan zo biechtvaderlijk? Nee, joh. Jij bent geweldig. Ik heb met je te doen. Heb jij met mij te doen? Ja, het haalt toch niks uit. Jay, je moet me nog altijd vertellen waarom jij priester bent geworden. Doe ik. Straks. Oh. Dagen na elkaar ook? Wat dagen na? Oh, ja, dat ook nog. Hele week soms buitenland. Voor de fabriek, zegt hij. Zij. Geloof je hem dan niet? Nu niet meer, nee. Ik weet nog. Ach, wat. Hoe lang zijn jullie getrouwd? Sorry, zeg ik. Ik bood er ondertussen een beschuitje. Ik vertelde je toch al dat... Is niks hoor. Eet jij maar, ik drink al. Hoe lang? Vijf jaar. Vijf jaar, geloof ik. Zowat vijf jaar. Dan ben je nog in 30, mag ik aannemen. Normaal? Normaal. Er is niks meer normaal. 27 ben ik. 27 en waardeloos. Ach, dat is toch onzin, Ali. Als ik een 47 was, dan zou ik hem misschien begrijpen. Of misschien ook weer niet. Ik weet het echt niet meer. Ik maak er een eind aan. Kalm nou, Ellie. Wat zou je begrijpen? Dat iemand bedriegt. Doet je dat werkelijk? Ik bedoel, je bedriegen? Ja. Weet je dat? Of vermoed je dat alleen maar? Ik weet het. En nu meen jij dat een sprong door dat open raam... De fles is bijna leeg. Ellie, hou nou eens op over die fles. Gooi die kwak voor mijn part in het toilet. In een bloempot desnoods. Ik ben binnen. Hoe heet dat nou? Een lavoest. Sorry. Luister nou eens, Ellie. Voor je nou helemaal onzin gaat verkopen, moet je... Onzin, ga weg. Heb jij die beschuit al op? Nee, hoezo? Als die op is en mijn fles is leeg, dan stap ik... Dan wankel ik naar dat open raam toe en hoe laat zal het zijn. Ik krijg mijn arm niet meer omhoog. Het is bijna 3:50. Over een uur zit de dag in de lucht. Dan bel je een taxi en je rijdt naar huis. Wat moet ik daar? Naar je man. Dacht je dan dat hij thuis was? Oh. Ja. Is hij dan weer op reis? Hij is. Ellie. Hij is met Yvonne. Daar wil ik blijven. Stuurt hij op een scheiding aan? En de kinderen? Er zijn geen kinderen. Gelukkig maar. Dat zeg je bitter, Ellie. Ik voel me rot. En ik wil me niet langer rot voelen. Zelfs als je nou niet aan de andere kant van de stad zat. Aan het plein bij het station. Nee, ik weet niet waar je hotel staat. Waar je nu bent. Als je nou hier tegenover me zat. Dan nog zou ik geen arm om je schouder kunnen leggen. Mogen leggen. Je begrijpt wel waarom. Ik vind dat zelf erg. Nu toch. Want zo'n arm heb je nu nodig, Ellie. Altijd eigenlijk. Ik weet niet hoe je het. Maar je bent een lieverd. Ik had er wat moois voor over als je dat met evenveel overtuiging van een ander kon zeggen. Dan waren er geen moeilijkheden. Dan hoefde je niet midden in de nacht dronken en eenzaam in een vreemde hotelkamer te zitten. Hoe kon jij slapen? Ik tel hier niet mee. Zou ik naar je toe kunnen komen, Peter? Ja, dat kan. Morgen, overdag bedoel ik. Nu meteen. Ook. Ja, maar dan moeten we wel even kijken hoe we dat doen. Want ik ben bang dat je op eigen krachten... Ik heb geen krachten meer.
Ik ben helemaal slap. Helemaal. Peter? Ja? Zou jij naar hier kunnen komen? Natuurlijk, als dat moet. In welk hotel? Dat moet, nee. Het hoeft helemaal niet. Je begrijpt me verkeerd. Ik snap het al wel. Zeg maar waar je bent en ik... Nee, laat maar, Peter. Zoek maar niet verder uit het zit. Echt, allemaal geen zin. Natuurlijk heeft het zin. Dacht je dat ik me dan... Maak niet boos op me worden. Kan ik het wel echt niet meer hebben. Je bent veel te lief om boos op me te worden. Zater, mag ik je niet? Oh, Peter, dat mag je niet. En weet jij wat jij niet meer mag? Nog één slok van dat spul drinken. Basta, gedaan. Gooi die fles in een hoek. Ellie. Ja. Gooi die fles in een hoek, zeg ik je. Ja, ik niet meer. Ik heb hem... Ik heb hem helemaal om... Helemaal om... Probeer het. Heb je ze? Gooi dan. Omdat jij het bent. Maar toch geen verschil, was toch bijna leeg. Ik heb iets van de muur gekend. Ik zal maar die allemaal betalen. Fijn gedaan, flink van je. Wat een troep. Staat het raam nog altijd open? Tuurlijk. Jammer. Tegen de morgen wordt het altijd een stuk koeler. Oh, Ellie. Roerend, gewoon die bezorgdheid van je. Dat ironische gaat je niet af, Ellie. Bovendien ben ik helemaal niet bezorgd. Dit is maar een trucje van me. Door een gesloten raam spring je natuurlijk niet zo vlug op straat. Nou, daarom. Het is eigenlijk geen raam. Wat zeg je? Het is een deur. Ellie. Een grote glazen deur is het. Een balkondeur, het raam, de vloer. Allee, ook wat. Precies. En die staat helemaal open, helemaal. En waar zit jij in die kamer, Ellie? Weet je waarom ik dat gedaan heb? Wat gedaan? Als die ander van die flessen zou nog een staartje in. Nou, moet ik zuinig zijn. Dus nog maar een scheutje meer in mijn glas en... De hele kamer stinkt naar de whisky. Zeg. Ja, Ellie? Is je beschuit al op? Nee, ik heb geen trek meer. Geen trek meer. En koffie? Die wel. Op een steenkoud plasje na. Waarom? Waarom, je weet best waarom. Ben je boos op me, Peter? Pater, Peter. Nee, boos niet. Waarom zou ik ook? Waarom zou je ook, dus schat? Ja, toch gelijk. Het wordt koeler. Hoe laat is het nu? Net 4 geslagen. Ellie? Je vroeg, weet je waarom ik dat heb gedaan? Hoe ik dat? Wanneer? Daarnet. Ja? Oh, daar weet ik niks van. In welk verband dan? Je had het over die balkondeur. Balkondeur. Oh ja. Waarom dacht je dat ik een kamer gevaar heb met een balkondeur? Geen idee. Nee, dat zal ik. Mijn kousen? Voor je... Ja, voor mijn kousen. Dat ik... Dat ik barvoets naar beneden... Ellie, hou erover op, wil je? Je bent veel te intelligent om domme dingen te doen. Wat wil je daarmee bereiken? Je man een levenslange gewetenswroeging bezorgen? Lukt je dat, denk je? Voor een gewetenswroeging heb je een geweten nodig, weet je? Ik ken je man niet en ik wil hem ook niet kennen. Maar ik heb zo het gevoel dat het hem vrij onverschillig zal laten wat jij ook doet. Op de duur toch. En als hij dat alleen niet klaar krijgt, zal hij wel geholpen worden om het te vergeten. Zo is de realiteit nu eenmaal. En wat schiet jij dan daarmee op? Niks. Je bent er eenvoudig niet meer. Luister je nog, Ellie? Ik luister, ja. Ik luister naar je stem. Je hebt een prettige stem, Peter. God, wat heeft mijn stem daar nou toch mee te maken? Ik had graag dat je naar mijn woorden wilde luisteren. Waarom? In mijn glas... Is nog maar één vinger whisky.
Je kent onze afspraak. We hebben helemaal geen afspraak. Jawel. Als Hewig... Ellie, luister. Even maar toe nou. Zit je ver van die deur? Ver? Nee. Ik zit er vlakbij. Waarom? Misschien kon je ze wel dichtduwen. Zonder dat je dient op te staan. Slim, Petertje. Eén vleugel wel, ja. Maar waarom zou ik... Wat wil je eigenlijk? Zelfs als ik die ene vleugel dicht... Doe het dan. Omdat je zo aardig bent. Omdat je al die tijd zo lief bent geweest. Je bent een schat, Peter. Echt, maar helpen doe ik niks. De andere helft staat nog open. Wagenwijd open. En zo dadelijk sta ik op. En dan loop ik langzaam Ellie. Door. Tot die openstaande helft langzaam... Zwaar en helemaal licht tegelijk. Het verschrikkelijk. Ellie, wil je... Over een vensterbank zou ik niet. Een balkonlijn is makkelijker, scheur ik zeker mijn panty niet. Ik draag een panty, Peter. Ken jij dat, een panty, Peter? Onder een minirok. Een donkerblauw minirok. Ik wil behoorlijk beneden komen, begrijp je? Begrijp ik, ja. Je bent een keurige jonge vrouw uit een keurig milieu. En als je van huis gaat, zorg je ervoor dat je gezien mag worden. Ja. Jij en je kleren. Voor het geval er iets gebeurt. Een verkeersongeluk, ja. Een appelflaute, een razzia, noem maar op. Ja, net wat je zegt, ja. Maar als jij doet wat je van plan bent, tel je de soes niet eens meer mee. Heb jij je wel eens ooit gerealiseerd hoe hoog 8 etages zijn? Ellie? Waarom? Maak je me bang, Peter. Je doet akelig. Ik probeer alleen verstandig met je te praten. Zolang dat nog mogelijk is. Ellie, hoe heet dat hotel waar je nu bent? Weet ik niet. Natuurlijk weet je dat. Nee, Ellie. Zeg ik niet. Wat wil je daarmee? Je mag toch geen arm zijn zelf. Ellie, luister. Helemaal bij het begin van ons gesprek zei je dat je ons nummer ergens vond. Ja. Waarschijnlijk vlak in de buurt van je telefoontoestel. Niet? SOS heeft een regeling met alle hotels, motels in en rond de stad. Ik heb hier een lijst van alle... Een ogenblikje. Hier, van alle hotels. Hier heb ik ze. Alfabetisch, met telefoonnummer. En met het aantal bedden. Ik heb hier een tweede toestel naast me staan. Hotels met 8 of meer etages zijn er niet zoveel. Die zoek ik wel uit. Blijf jij nou rustig zitten, waar je zit. Of probeer tot bij het bed te komen en te gaan liggen. Probeer in elk geval van die balkondeur weg te komen. Het maakt geen verschil of je nou... Over die leuning valt of... Je luistert toch nog? Ellie! Ellie, hoor je hem aan wakker tikken? Hoor je hem? Luister. Blijf voor haar luisteren. Leg de hoorn niet neer. Misschien raak je van in slaap. Doezel je weg waar je zit. Ja, misschien toch beter dat je gewoon blijft zitten. Niks zo veilig als dat. Je zou wel eens de verkeerde kant kunnen oplopen. Is het donker in je kamer? Donker... Wat doe je nou, Ellie? Het glas is leeg. Helemaal leeg. Ik probeer op te staan. God, mijn hoofd. Ellie. Ellie, wat doe je? Ellie. Ellie, wees nou toch verstandig. Ik strakel. Ik loop naar de bakjes. De hoorn was uit mijn hand geglipt. Nou heb ik hem weer. Geweldig. Fijn dat je hem weer hebt. Dat bewijst... Bewijst? Helemaal niks. Ik wil alleen maar goeiedag zeggen. En je bedanken voor alles. Peter, dat is een mooie naam. Echt waar. Had ik ooit een zoon. Oh. Ik heb zo weinig voor je kunnen doen, Ellie. Eigenlijk helemaal niets. Dan heeft de organisatie gefaald. Moet je maar denken, je moet maar niet te zeer op jezelf betrekken, hoor. Jij kan niet verhelpen, jij bent een schat, eet waar ik kan. Toch niet altijd lukken. Het lukt altijd als je wil. Dat je gebeld hebt is daarom alleen al zo belangrijk. Het was de eerste stap terug van de fatale streep. Een hand uitsteken, iets grijpen, je ergens aan vastklampen. Vastklampen? Ellie! Mag ik me dan wel aan jou vastklampen? Nee toch?
Het is niet meer zo donker. Hoorde je wat ik zei, Ellie? Ik moet alsmaar toe aan mijn vader denken. Mijn vader... Aan je vader, dat is fijn. Vertel me iets van je vader. Wat doet hij? Is hij ambtenaar, onderwijzer of sier? Hij is dood. Jammer. Bepaald jammer. Je had naar hem toe gekund. Ja, hij had helemaal jouw stem. Is hij al lang dood? Ik was 12. Wat vreselijk voor je. Ik geloof dat ik alles voor hem was. Net de blauwe heuvels. Wat zeg je? Blauwe zijn heuvels? De daken van de huizen natuurlijk lijken net blauwe heuvels. Nee, het zijn geen heuvels, het zijn golven, donker deinende golven. Kan je dat allemaal zien van waar je nu alles zit? Alles deint, een zeeboot. Ik zit op een zeeboot. Daken, wat ik... Ellie, Ellie, dan kijk je uit over de benedenstad. Ik word ziek. Dan ben je in het Tivoli Hotel. Ja, Ellie. Ellie, luister, vertel me nou eens. Je bent toch in Tivoli aan het... God, hoe heet dat bijna ook weer? Hotel Tivoli, 5 jaar geleden. Mijn hoofd. Wat, 5 jaar geleden, Ellie? 5 jaar geleden waren we in Hotel Tivoli, Jean-Marie en ik. Rustig nou, Ellie, heel rustig. Probeer vooral niet op te staan. Ik bel. Wat doe je, Ellie? Ellie! Ellie, alsjeblieft! Ellie! Helemaal gevaar. Ik heb... mijn hoofd. Het toestel meer op de vloer getrokken. Nu ga ik opleggen, Peter. Niet doen, Ellie, niet doen. Alsjeblieft, Ellie, niet doen. Ik bel. Ellie, Ellie, ben je er nog? Ja, nog één. Peter. Dit is net een cakewalk. Nee, de grote tuinschommel die we vroeger hadden aangezien in de tuin. Hadden ze mijn vader mee geduwd. Die ging heel hoog. Heel hoog. Net als nu. Waar ben je gevallen? Bij het bed? Wat heb je toch met dat bed? Stout, Peter. God, mijn kousen zitten helemaal verdraaid. En dus mijn rokjes helemaal opgeschort. En ze vol kreukenpaar. Voor de laatste keer, Ellie, blijf nou zitten. Of liggen voor mijn part. In geen geval dichter bij die leuning, hoor je. En je moet maar denken dat je er beter voor Fomfait bij kan liggen dan... Kijk, ik ga nu via het andere toestel Tivoli bellen. Maar ik blijf met je praten. Ellie. 6. Ach, god. Wat nou weer? Ik heb me gesneden. Het liep hier al van mond aan. Kalm blijven. Kalm blijven. Heeft niks te betekenen. 6. Heb je een zakdoek? 6. Waar heb je gesneden, ja? Nou, het zal nog wel meevallen. Draai die zakdoek rond je vinger en luister. Er rollen allemaal dikke stenen door mijn hoofd. Peter. 6. Eindelijk. Ellie. Wat denk je nou van me, Peter? Ik probeer me voor te stellen wat iemand tegen mijn zus zou zeggen als die er even broert. Goedemiddag, portier van Hotel Tivoli. Goedemorgen. Goedemorgen. Met de SOS-centrale. Ik... De wat? De SOS-centrale. Waarom ging je nou weer van voren? Uw hotel heeft toch 8 verdiepingen? 8 of meer? 8. Hoe zegt u, meneer? Ja! Een ogenblikje, Ellie. Ik moet zeer dringend met... Je moet me nog altijd vertellen waarom je... Ik moet zeer dringend een hotel hebben met 8 of meer verdiepingen. Oh ja, meneer. En mag ik misschien vragen waarom? Waarom ben jij priester geworden? Om meer mens te zijn, Ellie. Hoe zegt u, meneer? Heeft uw hotel 8 verdiepingen of niet? Ja, meneer. Het Tivoli Hotel heeft 12 verdiepingen. En op die verdieping is een jonge vrouw. De enige goede afgelaten. Het is nooit te laat, Ellie. Nooit. Hallo. Hallo. Hallo, is u er nog? Bijzonderheden over onze gasten worden niet verstrekt. Privacy, meneer.
SOS-centrale, zeg je? Ja, die jonge vrouw wil zelfmoord plegen. Hoe weet u dat, meneer? Ik heb ze nog aan de lijn. Ze wil... Uw hotel heeft op de 8e etage toch kamers met balkons? Ja, langs de kant van het plein. Wat pijn? Over wat heb je het, Ali? De leuning was te ver. Portier, blijf u aan het toestel. Ellie, wat is er gebeurd? Wat heb je gedaan? Ellie, in godsnaam, zeg me. Bid voor me, Peter. Je portier. Erg aardig. Ja, meneer. Ja, meneer. Het is rond 11, gisteravond. Ik sta van 12 tot 6, meneer. Peter, ik draag een witte blouse met... Rooie manchette. Goeie genade, Ellie. Peter, hallo. Ik word... Hallo, portier. Ja, meneer. Ik heb even het boek gehaald. Ze komt niet over de leuning. Ze heeft wat anders geprobeerd. Haar polsen. Oh, meneer, het loopt al bijna een uur een extern gesprek van kamer 804. Dat is ze. Ze telefoneert helemaal niet meer nu. De hoorn is alleen maar van de haak. Als de bliksem naar haar toe, sla alarm. Doe iets. Hier, dame alleen. Eén nacht, geen souper, geen ontbijt, geen bagage... Ja, meneer, doe het meteen. Bel ik ondertussen wel politiehulp? Ja, meneer. Oh ja, als er onder uw gasten een dokter is, haal die dan onverwijld uit zijn bad. Wordt voor gezocht, meneer. Hulpdienst 900, spreek hem aan. Graag dringend, herhaal. Dringend ambulance naar het Tivoli Hotel. Tivoli. Bloedplasma meenemen. Bloedgroep onbekend. Herhaal, bloedgroep onbekend. U hebt geluisterd naar Nachtelijk Gesprek, een hoorspel van Dries Jansen. Ellie werd gespeeld door Dora van der Groen. Don de Gruyter was Peter. En als de nachtportier hoorde u... Gerard Vermeersch. De regie had Herman Niels.